We zijn mooi zien al, weer van de roze wolk af. Want Heerenveen wint van Ajax, maar wint net de win van de Go Ahead Eagles. En Cambuur zit in de hele finale van het bekertoernooi, maar verliest van de nummer 1 na last, Jong FC Utrecht. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de sportcast van Omroep Friesland. Zit hij erin? Ja, ja, dan zit hij erin. Je viel hem aankomen. Stijl die hij vrije trap neemt. Zo gaat in één keer. Komt hij op de goal in de kwarte hoek. In de rebound. Dan is het 0-1. Vaar Go Ahead Eagles het moment. Ben je daar toch een beetje bang voor binnen. Maar als je die goal zelf net maakt, ja, dan maakt het Go Ahead Eagles hem. Nee, dat gaat net goed, hè? Nee, dat gaat net goed. Ik zei het al. Daar is het al 2-1. Van der Haan, Van der Haan, Van der Haan. Ja hoor, Van der Haar, doe niet zo raar. Hij zet hem erin. Tjonge jongen, het is 3-1 voor Utrecht. Wat een enorme blunder van Mullen is dit. Er komt de 2-0. Ja, daar komt de 2-0. Vaar Go Ahead Eagles. Oh, dan moet je even opletten, want dan gaat Utrecht er van trof. Wordt het dan een fjouwer in? Ja, dat fjouwer 2. Het is fjouwer 2, oh mijn hemel. Ja, en de heren, ze zitten er weer klaar voor. Ando Faber, Roelof de Vries en uw speciale gast, erevastzitter van SC Heerenveen, Riemer van der Velde. Mooi dat je er binnen. Dank u wel. We vinden het een eer dat de erevastzitter de gast is. Ah, ik vind het altijd gezellig bij hem, hè? Dus daar gaat het om. Nou, dat is geheel wederzijds. Hier wel een betere duit, zie je kent. Eigenlijk wel. Ja, maar daar wil ik eigenlijk wel even op injectje, want we hebben toch wat kritiek kregen. Wij van de sportcast, want ja, vriendwieken hingen wij Art de Graaf te gast. Dat is toch de algemeen directeur van SC Cambuur. En toen hebben we wat minder omtinken joen aan Heerenveen. En dat wielst Heerenveen toch woen hier van Ajax. Nou, laten we eerlijk wezen, Rolof. Dat gebeurt net alle dagen. Nee. En men vond dat net eerlijk, men vond dat onderjochten, men vond dat schandalig. Maar weet je wat echt schandalig is? Nou? Had je met 2-0 verliezen van de Go Ahead Eagles. Ja, toch? Nou, schandalig vind ik gewoon heel groot woord. Hier Kees in Kloksprongen net doen. Nee. Nee, hier die Wolleman trouwens. Oh, hier die Wolleman? Ja, hij hier het in Ajax, hier die dus de skonneoon van zijn broer had een skonnezaak in Bennekom. Die had hij ooit de oernaam van zijn heid. En die zei, ja, dit is zo'n safvolle pech, de mast, dit is skonneoon dan. Dat wordt die nije gelukskon. Dus die hier die oont in Ajax en Jervi woon van Ajax. Dan interviewde ik hem vreed en toen zei hij, ik zei... Even hier, alle journalistiek relevante vragen natuurlijk al aangesteld. Maar dit weer een hele journalistiek relevante. Dus toen eindigen we nog even, maar ik ga wel nooit. Want, Kees, ik zie dat je de schoenen van de vorige week niet aan hebt. Nou ja, Roelof, die doe ik morgen wel aan. Maar weet je wat het eigenlijk is? Ik geloof er eigenlijk helemaal niet in. Nee, Go Ahead Eagles loopt niet meer in. Nou ja. Nee, toch? De vraag is nou van wat doet Kees maar die schoon? Want die kan wel weer eentje. Ja, ik zou nog in de open haat, maar nee, dat dan ik maar net. Nou ja. Nee. Riemer, je bent geregeld nog in het Abelense stadion. Je zag haast alle thuiswedstrijden. Docht je dat omdat Heerenveen zo leuk voetballet? Nee, maar dat ook omdat ik er al zondag hier kwam. Oh ja, dus, het voelt als een verplichting. Nee, het is een geloof. Hè? Dus, ja, Heerenveen is voor mij toch wel een beetje heilig. Daar mag heen. Ja, maar zal ik jou tjerken? Ja, ik weet net zozeer wat een tjerk is, maar ik weet wel wat een voetbalclub is. Ja, okay. Of is het een soort van zelfkastijding? Nou, het is soms wel een beetje zelfkastijding. Ik kom er wel eens bij. En dan was de vrouw als Annie. Ja. Het is een meest gehoorde kapper. Dat is zo verschrikkelijk. Hoe ze dan tekeer gaat. En dan kennen ze al iedereen met een groen gelijk meisje. Zo boos is het. Annie is volle felle dan. Ja, Annie is volle felle. Ja. Jij bent mild. Nou, ik ben net zo mild. Want ik vind ik wel bepaalde dingen. En daar zoek ik wel wat mee doen. Want ik vind sommige dingen niet acceptabel, hè? Dus wat er gebeurt. Ja. Maar we komen daarnaast nog wel op natuurlijk. Maar ik wil nog even in beeld schetsen van het verschil tussen Riemer en Annie. Ik kan me nog herinneren dat Jervi en Ajax, hele finale beker, coronatier. Dus mochten we het naar het stadion. Doos is in het stadion, ik zie het bij Riemer thuis. En dan gaan ze alle twee een eigen stoel en een eigen televisie. En ik zie het er dan een beetje onder de zijkant. En ze zitten alle twee op die stoel. En Jervi speelt een waardeloze wedstrijd. Kansloos in Ajax. Ajax stond naar de finale. Maar de wedstrijd is nog 20 minuten te gaan. En ik zag er niet in... naar het scannen van Annie. Goede tijd, slechte tijd erop. Die weer er helemaal klaar mee. Zie ik gewoon net met de Sjen. Die zei van een week Sjen mee, toen weer een jaar hoor aan de gang. Ik hier beter weer reetreden blokken. Ja. Want dat werkt dagelijks aan. Ja. Dat is prachtig, ja. Wat zoen jou graag oorsjen worden dan bij dit SCRV? Want soms ik mis de spelvreugde, de bezieling. Soms een beetje een tikkeltje opportunisme. Jawel, maar dan had een oeruitzending, zei ze pasje mee. Ja. En dan moet je eerst praten, hoe ontsteert zij iets? He, waarom hebben wij wat minder materiaal? Want we hebben wat minder materiaal. En waarom functioneert het zo als het functioneert? Dat moet je eens goed analyseren. En ik denk, als je dat doet, het bestaande materiaal, dat is niet een goed team. Dat ontsteert op een bepaalde manier. Er is verkeerd inkocht. Zo'n onderdeel van mijn commentaar waar ze kennen. Vind je wel dat deze selectie in steert wezen maat om de play-offs te halen? Nee, dat had ik zien van Wonderen zijn. Ik vind dat hem qua materiaal net een uitgebalanceerd team had. Dat is door toeval ontstaan. En daar is in mijn ogen is daar te weinig naar jongen. Hoe krijg ik een team wat uitgebalanceerd is? Maar dan kan ik me voorstellen dat er zittende mensen zitten. Ja, maar hoe zit het met de pecunia? En nou had zo'n heleboel mensen ophalen met een tweede keus, soms uit Brabant. Daar had onze scout, Peter Maas, had daar een heleboel bij halen. Tom Hayes en Van Beek. Ja, en Tahiri en Noenoli en al die spelers. Die zijn al uit de boezem van Brabant kwam. Nou ja, en die ben best eigenlijk wel heel redelijk. En ze had ik vind, net een slecht dien. Dat we 2 keer ik nog play-offs voor Europees voetbal hebben. Nou, dat is best heel aardig. He, dat we, vorige keer en de voorgang denk ik best heel moeilijk. Maar we helden het uiteindelijk toch. He, en nou, als Dennis Schuster dan... Ja, ik denk dat we even naar de kassa moeten. Er is weinig geld aan boord. Nou, en hoe komt dat en hoe kan dat? En geld bepaalt altijd, ik wil een beetje de power van je team. En bovendien, dan geld bepaalt ik misschien wel een goede scouting had. Nou, en de scouting is toch, ik de laatste jaren, vind ik, onder de maat. Ja, ja en dan krijg je dus meteen slapjanus voetbal. Dan neem ik het dan maar eventjes. Nee, dan Cambuur, hè? Ik denk dat alle Cambuur-fans na deze uitsturing leuk wezen zullen dat we net zo volle omtingen hebben voor de historische fjouwer twa... Nederlaag. Ja, want Henk de Jong heeft er meer van slept. Ja, die slept sowieso nooit naar wedstrijden, dus dat is geen uitzondering. Dovol? Ja, ik sliep altijd goed. Door is toch slecht verkering? Ja, maar dan zou ik net sliepen, had ik jij weer. Heel goed sliepen, zeker. De naai. Ook de naai. Ja, ik kreeg trouwens al een beetje op het voetbalveld nog de vraag om mijn Valentijnsdag was. Wie in is ik Fries gewoon interesseert in mijn Valentijnsdag. Hoe wie niet Valentijnsdag? Ja, geweldig. Oké, zeker. Nee, maar ik ben ook Cambuur van de onderste 4 ploegen. Had ze de vrouw verlen? Topos, Den Bosch, Jong FC Utrecht, Jong PSV. Ja, uit de laatste 9 wedstrijden, competitiewedstrijden, 9 punten. En daarvan wien van die 9 wedstrijden 6 thuis. Maar duidelijk wijzen dat zwier onder de maat is. En ik wil dan ook het woord om Dijan, want dit is die moment, denk ik, om de trainer onder stoelpoorten te zeggen. Ja. Want Dohes natuurlijk, de heegst persoonlijk verzwaren dat George Ulte die een kregen had. Ulte die het in zijn wedstrijd bij Cambuur als trainer gemiddeld 1,44 punt per wedstrijd helle. Henk de Jong zit eronder, dus... Zit Henk de Jong onder de 1,44 gemiddeld per wedstrijd, per competitiewedstrijd. Dus, nou ja, begin maar. Nou ja, laten we voorop stellen. Henk de Jong valt. Nee, Henk de Jong mag net valt, want Henk de Jong stiert voor de 2e keer in de historie, in de hele bekerfinale, in de geschiedenis van Cambuur. En George Ulte die verleert van de treffers. En die wat uitskekelen. Jongens, Cambuur verliest, Jervi had verlend. Zien we toch een ziekje van de velden om er een fleurige uitsturing van te maken? Ja, dus omdat je ik doe mijn best. Het zal mij niet leuk. Nee, ja, maar ik wil graag nog even een trok in. Nee, omdat je de hele finale van de beker had Cambuur verliest, dan hebben ze het niet. Nee, maar hij won de hele finale. Ja. De stellingen. Roelof. Jervi mist een echte killer. Ja. Ja. Riemer. Amir Ismaël is de beste spits bij Jervi. Dit is een hele lange... Ja. Goed zo. Andor, maar deze selectie krijgt Henk de Jong het net op een rit. Zit ontkenning in. Wist het er maar eens bij de stelling? Ja. Dan zei het ja. Hij krijgt het dus net op een rit. Riemer, liever Joert als Moorn, moeten wij de VAR oorskaffen. Ja. Andor, als ik denk aan de hele finale, krijg ik kriebels in de buik. Ja. Roelof, Cambuur is volslaan kansloos in de hele finale in NEC. Absoluut, afbellen. Geen zin. En de laatste is voor Riemer. Had ik het voor het seizoen hier, dan hie ik het contract van Van Wonderen al verlengd. Nee. Nee. Vind je Van Wonderen eigenlijk een goede trainer? Nou, ik vind Van Wonderen een interessante man. En ik vind Van Wonderen een aardige kerel. Het zijn wel twee aparte dingen, hè? Ja, maar daar begin ik even mee. Dus ik vind het wel interessant om met hem over voetbal te praten. Dat merk ik aan Jim. En dat merk ik aan de schrijvende journalisten. Er is wel commentaar, maar er is ook wel een heleboel waardering voor hem. Dat geldt voor mij ook. Maar je wordt beoordeeld over wat voor show uiteindelijk. En daar vind ik dat er wel verbetering mogelijk is. En dat de verbetering komen mat. Ja, want Jervi zit nou 12e. Ja. Ik kan me voorstellen dat Ferry de Haan zoiets had van... we wachten nog even maar dat gesprek, maar Van Wonderen. Ja, ik weet dat de Ferry de Haan dat alleen nog bepaalt. Want er is natuurlijk een stichtingbestuur, er is een raad van commissarissen en er is Ferry de Haan. En ik kan me moeilijk voorstellen dat één man dat in zijn eentje bepaalt. Ik ben vroeger wel dominant aanwezig, maar ik hoor lei in en oor met mijn bestuursleden, met de orenmeesters, met de stichtingbestuur, raad van commissarissen. Een zwierwegende positie van trainer, daar vind ik dat je met elkaar eensgezind derde toer ingeswezen moet. Maar kind dat wel, want de rieën van commissarissen maar toch echt vooral dat versjog houden op in dit geval Ferry de Haan. Ja, dat kan wel zo wijzen, maar toen ik er zit weer dat net zo. Wij door mij elkaar sturen we zo'n club aan. Daar ben we mij elkaar enthousiast over. En dan vind ik dat een raad van commissarissen het ingeswezen maar mij de algemeen directeur dat hij het net in is ben, hebben we een probleem. En laten we dat nou mij elkaar goed bepraten, goed bediscussiëren. En hetzelfde geldt ik voor het stichtingbestuur. Dat zit wat op meer op afstand, maar die moet op een hoogte wijzen wat er gebeurt binnen de club. En ik vind en daar spreek ik ze wel eens op aan, beherend veen, ik vind dat ze daarvoor verantwoordelijk zijn. Maar het probleem is, Van der Velde, dat er in het stichtingsbestuur en in de rieven commissarissen haast die in voetbalverstand zit. Nou ja, dan moet je daarna zien. Ik had altijd door de analyse van de club. Er ligt een aantal deskundigen zien wat het probleem is van onze club. En overal waar geen verstand van zaken is, gaat het mis. Dat is nog nooit oorwest. Dat is in bedrijf zo, dat is overal zo. En dat is in het werk. Als je in de politiek zegt, is dat soms zo. We kennen bij ziekenhuizen, bij gemeentehuizen, je kan overal zien. Er zitten soms mensen, dat zijn managers, maar zonder verstand van zaken. Nou, en daar ben ik een grote tegenstander van. Ja. Maar vies dat Henk Hedder geen verstand van voetbal had dan? Nou ja, het is net echt een bestuur. Nou, Henk Hedder is die enige een beetje mijn voetbalverstand. Die had natuurlijk assistent-trainer geweest bij Jervien. En ik trainer van de beloften. Maar ik snap wel misschien wat bedoeld trouwens. Je kan, Henk is nu een politiaal hier binnen. Toen stond en zie je het alles er al zat het er nou zit. Ja. Je kan dat van Henk op dit moment, je kan van Henk wel verwachten dat er serieus mee aan de gang gaat en probeert uit te vinden waarom het gaat zoals het gaat. Dat is Henk zijn taak wel. Ja. Ja. Maar nog even waarom komt het op de vraag, want hij is een aardige kerel en het is interessant om met Van Wonderen over Foppe te praten, maar is het een goede trainer? Nou ja, een goede trainer, we hebben het hier beoordeeld. Een goede trainer wordt beoordeeld op het resultaat. Maar ik op datgene wat hij doet. Dus ik ga eens een keer werken met Foppe de Haan, draaien hier en het resultaat weer net goed, maar ik weet toch over het zoeken van het feit dat Foppe een toptrainer weer. Dat idee hier wij, mij kwam er in de club. En toen is Foppe even een periode teruggang bij de jeugdopleiding en bij het tweede elftal. En toen is hij weer terugkwam na de periode van Korvach. Maar hij het idee dat Wonderen aan een goede trainer is. Dat is eigenlijk de vraag. Ja, ik denk dat het een... hij had het dit jaar nog net bewezen en vorig jaar werd ik matig. Dus... En ik zei, Krek, je moet beoordelen op datgene waar op veld jongen. En daar had hij me nog net helemaal overtuigd. Nee. Net helemaal of hield al net? Nuance. Nuance. Nou ja, ze staan tofde. Het is zeer wisselvallig. Verleden weekend winnen ze van Ajax. En nou verlies je Dovies in het stadion. Jij winnen allebei in het stadion. Tjin de Go Ahead Eagles. Ik heb mij echt vernuiveren over het feit dat Van Wonderen net ingrepen woer. Nee, hij had dat na de wedstrijd wel uitlijn. Ik vind het wel lastig. Ja. Ik wilde net aanmatigend wijzen dat ik er volle verstand van heb. Maar je zit er aan die wedstrijd en je denkt namelijk op een gegeven moment, waarom wisselt hij nou net? Hij wisselt eigenlijk alleen nog maar Loizu voor Noenoli of Rochsboeten van de Rochsboeten. En dat is het eigenlijk. Tuurlijk is Van Beek in de spits in. Er komt Pavel Boknevies eigenlijk ik nog bij. Hij heeft Van Beek in de spits als Karlsbakk. Ja, maar hij zei het, dat luidt hij uit. En Luc Brouwers luidde trouwens ik nog uit. Die zei, ja, maar wat moet je dan? Moet je Karlsbakk er dan ingooien? Dat is een loper. Die moet je, als je tegen Almere City gaat spelen en je gaat lange ballen geven, die moet je laten lopen. Die moet je niet op het laatste moment als pinzitter-achtig spits erin brengen. Ja, nou, ja, die op zich ook leuk in. Ja, maar de Kees van Wonderen zei het moet beter worden. Ik maak het gevoel hè, dat als ik een speler inbreng, dat het er dan beter van wordt. En hij zei, ik ga net het idee dat als ik Tahiri breng of Karlsbakk, dat het daarvan beter van wordt. Nou, maar ja, ik krijg uit betrouwbare bron dat de beste spits van Jervi is Amir Ismaël. Zie je net op de bank. Dat weer een vraag die dus in het voorprogramma aan mij vregen waren. En ik vind namelijk dat wij Jengoe spitsen ha. En als je dan de spits van onze jeugd, onder 18 of onder 21, heeft mij ook in beide spelen, dat is een redelijke spits. Dus op de toekomst zou die wel beter wijzen kennen wat er nou staat. Maar ik ben met Roelof eens, op dit moment verhoor het er net vol als je die jongen erin gooit. Daar ben ik met Kees van Wonderen eens. Dus wat is dan je probleem? Dat misschien maar een verkeerde selectie had. Want als je dus net een goede alternatieve spits had, en die hadden we net, we hadden zelfs net een goede eerste spits. Vio Nicolescu echt net goed genoeg? Nou ja, Nicolescu, die heb ik 4 keer jongen en 4 keer had jongen dat een goal maken. Dus ik ben daar nog wel redelijk van onder indruk. Maar de technische staf in zijn totaliteit, plus denk ik de algemeen directeur, vindt hem net goed genoeg, want ik kan me net voorstellen dat je iemand ophaalt en hem net broeken. Nou is die jongen op dit moment voor revalidatie, zit hij in Spanje. Ja, dat is mooi waar. Maar ik zou zeggen, revalideer je maar in Heerenveen, want we hebben hier ook wel goede artsen. En dan hebben we hem onder controle. Want de man kan een doelpunt, meisje. Maar wat jongen had, weer heel aardig. Maar ik had hem te weinig, jongen. Gezien zijn blessure. Ja, die onder jouw leiding nooit gebeurd, dat hij revalideerde mocht in Spanje. Om mijn leiding te aan, maar... Hij zei van de Velde, ik wil heel graag revalideren in Spanje. Nee, kom op, even normaal doen. Ja, toch? Jongens, kan ze goed. Nee, maar hier onder controle. De jongen lekker op vakantie. Dat is iets te makkelijk. Huh? Maar dat vind ik even. Ja. Daarom is dat te makkelijk. Ja, dat is toch gemakkelijk. Dat is toch... Jeetje, hij gaat naar een Moldavische arts in Madrid. Ja, dat is wat ik weet. En dan aan Wolf zin, hij maar die jongen hier op jongenskans beloven, dat is wel wat, vind ik wel wat te simpel. Die weet het toch net wat er al eerst nog achter zit, wat voor gedachtegang, wat een specialistische situatie is. Hij had een buikspierblessure die maar net oergeen vol. Ja, misschien kiezen dat, maar de specialisten op het jongenskans wel net oplossen. Dat in een Moldavische arts in Madrid kan ja, dat weet ik toch net. Dat wist ook net. Dus dan vind ik het te stellig om te zeggen van het is waarloos dat die jongen naar Madrid keert om te herstellen. Maar ik haal een beetje het idee, Rolf, dat die jongen denkt, ze nemen mij toch net serieus. Ik heb een vriend in Madrid en dat is een goede dokter en die kan me fantastisch behandelen. En ik ga een buikblessure, wat ik ga. Maar ik wil meer zien. Het is een aardige spits. Maar had je het idee dat, of weet dat? Idee heb ik. Dat gevoel, dat het nee, dat gevoel heb ik. Ja, oké. Dat zou ik kennen. Ja. Dat zou ik net kennen. Maar hoe, wat je zei op een gegeven moment, blieper, Sjogge, de technische staf en de algemeen directeur het net in hem zitten. Maar hoe kom je daarbij dan? Nou, op een gegeven moment zie je er een lopende band op de bank. En waar er af en toe mocht er even in vallen. Ja. En ik heb hier uit de club dat ze hem nog net klaar genoeg voelen. Nog net goed genoeg. En leveren net genoeg arbeid. Dat wie het verhaal, toch? In het druk zetten en dat der koeder net voldaan om wat Kees van Wonderen hoort. Ja, klopt. Nou ja. Dus denk ik natuurlijk dat is. Ja. Maar nou, jongens, terug naar het onderwerp. Dus ik zeg, je had dus in wezen... Pelle is uit nood geboren, is die in de spits zet. Maar Pelle is geen spits. Nou, dat bewees er van mij ik iedere week. Hij had nog 3 of 4 goals maken. Dat is nog heel knap voor hem. Maar ik vind dat een positie die met je sterker bezet had. Ja. Wil het nou een beetje disco wordt in de studio? Ik weet net waarom het nou disco wordt, maar we gingen gewoon terug. Nee, nou ja, misschien houdt het aanzien nog op. Het is ook wel, dit is de nieuwe studio. Dit is de nieuwe studio. Dat is stiekem on Jervi stadion, maar die lichtshows en zo. Ja, in de catacomben. Ik voel dat trouwens. Je had er helemaal niks van Sjoen, denk ik, van die violist en die opera-zangeres. Ik heb een kwart fragment heb ik daarvan Sjoen. Van alle mensen die Heerenveen ontvallen binnen of die supporters. Voor wat ze oude sneun die in hebben, vond ik echt fantastisch. Dat wie echt zo ontzettend mooi keer oer op Piekenveld. Hey, de lampen, de discolampen, die ben weer uit. Dit is beter. En we zullen maar zien al naar de beelden zien, Roelof, van ISPN. Een fantastische huldiging. Hij ook genoten van die, dat is toch mooi, maar die opera-zangeres, die violist. Ja, daarin krijg ik horen. Die opera-zangeres, dat ben ik niet zo'n grote fan van. Het weer wel even leuk. Het moment weer leuk. Jee. Mijn vrouw zei, het is prachtig voor mijn vrouw. Ja, maar jouw vrouw had ik wat beter. Maar voor de rest, hier krijgen we de sfeer in het stadion. Na dat coronatijdperk is dat wel... het publiek had behoefte aan activiteiten in het stadion. En die binnen er op het ogenblik wat meer. En ik denk dat dat wel een goede uitwerking. Dat was ook goed zo. Ja. Maar dan nog even over de selectie. Want dat is eigenlijk volle interessant. Ja. Want Josijn kreeg van die selectie, die klopt eigenlijk net. Wat mankeert er dan aan? Want laten we eens beginnen achterin. Je hebt de twee grote centrale jongens, die staan daar achterin. En dan twee hele lietse bekjes. Ja, is dat was goed vastgesteld. Ja, dat klopt al net. Denk je dat al niet? Nee, ik ben enorm onder indruk van die lietse Brouwdee. Ja. Dat vind ik een lust van een kereltje. Ja. Ik denk dat het letterlijk een van onze belangrijke jongens op middenveld wordt. Want het is eigenlijk een middenveld. Hij kwam als middenvelder bij Heerenveen en hij vult die in de voorbereiding is dat per ongeluk kwam te staan. En dat doet hij gewoon heel goed. Maar hij maakt er steeds doorheen en dat vind ik wat te volle voor hem. Maar... klein, dat geldt voor Kulderik. Aan de kleine kant dan hebben we twee grote, logge kerels in het centrum staan. In de lucht berensterk. Qua tempo en voetbal kon er nog wel wat verbetering plaatsvinden. Als ze complementair aan elkaar binnen, daar heb ik vraagtekens bij. Maar dan leed Haaien en hield hij het wel weer om, zakje. Dus als een soort van extra centrale verdediger. Dat doet Haaien meestal naar een jelle hoeren. Want dan wordt er wat warrig en dan kroept er wat achterin. Naar Brouwer is al in de voorhoede te vinden. En dan hebben we Olsen nogal innig als middenvelder. Hè. Dus dat, dan, en les 1 in voetbal is... Wie basis op middenveld wint meestal de wedstrijd. Nou, ja. En dan jouwen we dat heel vaak op. Nou. Dat komt omdat hij hem dan niet zakje lid en Brouwers zit te vol naar voren. Althans, dat vind ik, hè? Ja het schijnt dat jou wel verstand voetbal hebt. Dank u wel. Als je dat beoordelen was, dan was er ik verstand van. Ja, dat is natuurlijk wel een gevoelig onderwerp. Mooi dat jou dat ik Jervi van der Velde, want wij hebben een man twijfel bij. Jongens, nog eventjes over het sentiment, want Kees van Wonderen die zei vriendenwieken van, ja jongens, ot ik verleng, ja of nee, hing het echt een beetje van het sentiment. Oh, ja. Nou ja, je winnen van Ajax. Dan is het sentiment natuurlijk in en al joegai. Maar nou verlies je weer van Go Ahead Eagles. Nou is het sentiment wel onder nul. Ja, dat klopt. Ja, en nu? Wat doen we met Kees? Ja, ik ben nog steeds voorzitter van de fanclub. Ik zit verlengen. Oké. Nog steeds. Maar hij staat in twijfel. Tuurlijk, die snap ik heel goed. Ja, en hoe zit het dan in Ljouwert? Want ja, Henk zit ook onder druk. Nou ja, ik zit nog altijd te wachten op die betoog om Henk dien te Jan. Nou ja, Henk, ik zou Sabisa nou net Henk Dienjan. Henk is... Nee, absoluut net. Dat is toch totaal onverstandig. Om nou te zeggen, zoals die Andor van... Maar wie wel heel verstandig om Henk Dienjan net te verlengen, om die erdoor dus komt. Dat wie wel heel toek. Dat wie een hele verstandige zet. Maar dat is toch een... Dat is dan toch... Een belachelijke beslissing. Achteraf, jongen. Vies nou. Net dat het voetbal volle better worden is na Ulte? Er is een periode West, dat in november, begin december, dat Cambuur... echt goed voetballen. Een paar hele knappe resultaten hellen. Het woon bij VVV, het woon bij ADO, het woon bij De Graafschap. In die fase wie het voetbal het echt heel goed. Ja. Alleen nog, ja, je Churrenau en zowel Ulte als Henk de Jong slagen er dus net in om deze selectie, nou ja, structureel goed aan het voetbal in te krijgen. En waar hebben die selectie geest al? Om structureel ervoor te zorgen dat het tot zindoelpunten waarom rent. Beide slag je daar net in. Dan kun je dus de conclusie loeken dat het net om de trainers leidt. Nee, de trainer, Jos Ulte, is toch mooi verantwoordelijk voor het geerstellen van de selectie? Ja, maar uiteindelijk de haatverantwoordelijke, dat is Etienne Reijnen. Nee, die maar had de selectie, die is dat. Ik heb altijd geleerd van Riemer van der Velde, er is altijd een draaihoek. En als er een nieuwe speler komt, dan gaat het altijd in Oelis met de haattrainer, maar de scouting. Maar uiteindelijk is er in je verantwoordelijk nog. De technisch directeur is verantwoordelijk voor het geestal en van de selectie. Uiteraard. Natuurlijk heeft een trainer daar inspraak in. Lieke goed, het Henk de Jong nou inspraak gaan in welke spelers er in de winterstop gaan binnen. In Wormgoor. In Wormgoor, in Anello, in Otters. Dus tuurlijk, dat is logisch. Alleen het gaat om een technisch directeur die daar verantwoordelijk voor is. En dat kun je in dit geval dus Taskreel en Etienne Reijnen. Dat die deze selectie geesteld had. En dat die dus blijkbaar, nou ja, net goed genoeg is. Als je zorgen naar weer kan moet je te steen. Als je ja, maar krijg ik het nog op de rit? Want dat is eigenlijk de vraag. Nou, ik had mijn vraagtekens er wel bij. Als hij opereert. Het kinderconclusie was dat dit het Cambuur is van dit seizoen. En dat er net meer in zit als dit. Want blijkbaar zag het dus ook Henk de Jong net om in 3-4 man tiert het aantal zindoppen te reduceren. Om structureel goed te voetballen. Deze ploeg die had liek als Jervi te volle pieken en te diepe deltas. En Henk de Jong die kijkt daar dus echt geen vet op. En dan vreeg ik me ja. Had Cambuur uiteindelijk goed genoeg is om de NEC-competitie te halen. Want dat wordt natuurlijk zelf wel een probleem. Ja, de Henolder praatsessies hadden West, maar de spelers en maar Henk de Jong. Laten we eerst even jaren naar Henk de Jong, wat er precies gebeurd is. Er kwamen geweldige dingen op. Dus eigenlijk weer, ja, ik win liever alles, want dan haak ik een makje. Maar als trainer is dit ik wel, dan zei je, ja, potverdikking, nou hebben we, dit is dus gebeurd. En nu maken we er wijzen met je hand en dan maar zelf voorop. Ja, dat gebeurde zo'n mooie ding. Dat de groep bij elkaar aan het zitten had. En daar had Vito ook een goede rol in. Leon Bersma, de aanvoerder. Ja, dat vind ik mooi. En juist daar in een groep gezeten. Daar kom ik mooie dingen uit. Dus ik had het idee dat ja, elke zinslag die had ik bij goede dingen. Ja, daar wil ik beter van worden. Ja, dat is de vraag natuurlijk. Wordt Cambuur hier uiteindelijk weer beter van? Komen ze eruit? Nou, dit wordt wel een redelijk belangrijke week. Maar wedstrijden zijn twee concurrenten voor de play-offs. NAC Breda en FC Emmen. Het kan misschien wel het geluk dat Emmen het op dit stuit nog minder doet. Maar ja, ik ben wel heel benijd. En ja, natuurlijk weet je ik wel. Henk de Jong die loopt hem ook wel eens de hier en nu te kop. Want die weer shut wat zijn spelers doggen. Want verleden weken hebben we het nog heel kwaad over het reddingspercentage van Yannick van Oshoorn. Ik weet net dat je hem de zindoelpunten schoen had van Oran de Vreed. Nou ja, de twadde, die vleent onder hem trog. Bij de tredden kun je afwegen. Die bal die komt heel aan de zijkant van het strafschopgebied. Mat die daar wel uitkomen. Ja. En Thomas Pol trouwens, wie geweldig in Vitesse. Maar zit intussen ook weer op zijn oude niveau. Ja, het eerste doelpunt. Dan stapt hij echt net voel nog door. Dan zit hij echt wat te wankelen. En ik wil geen hetzetje in Yannick van Os beginnen of zo. Maar ja, je mag je wel afvragen als hij op dit stuit goed genoeg is voor het eerste. Ja, praatsessies. Helpt dat vaak bij een trainer? Als een trainer begint met praatsessies? Nou, dat is net mijn sterkste onderdeel, mag ik zeggen. Daar hak ik net zo volle sympathie bij. Hè? Dus, nee, soms... Maar algemeen, er wordt te volle praat, vind ik soms. Hè? Maar wat kun je dan beter van om uit een sportief dal te klauteren? Ja, de basis is altijd, je krijgt even hoor dat wie zijn schuld is dat? Etienne Reijnen. Nee, natuurlijk niet. Het is je schuld, mij maar de trainers, het bestuur, de scouting. Je moet mij maar kwander zwaar je dan goede spelers ophalen. Dan mij maar kwander eerst wijzen. Dat is ik zo, daar ga je ook gelijk in. Alleen dat er is Ian die de verantwoordelijkheid draagt. Dat waanzinnige gedoe bij Ajax zegt. Dat mij Ian vreemdeling die mij dan in zijn eentje bepalen wat er gebeurt. Etienne Reijnen komt krek van Zwolle, ouwe Bennetje, een blauwe mensje. En die werd al de baas. Wat voor onzin is dat hier. Mij maar kwander zorgen dat je een goede selectie krijgt, een goede trainers krijgt. Dan moet een voetbalhart in zo'n vereniging zitten. En dat hier ik altijd het idee dat het je bij Cambuur ik zit. Hè? Mij van de Belt en mij de Graaf, dat bij jongens. Die komen net correct in. En die man net zeggen, ja, Etienne Reijnen. Nee, hij maakt me kwam er niet in. En Henk de Jong zit er ook bij. En die weet ik donders goed wat er gebeurd is, wat er kamers. Hij was zelfs aanwezig toen die horen trainer Ulte, hoe heet er? Hier zie je het. Ik ben niet een grote fan van Ulte, hè. Daar ga ik wel een op. Ik hou het net. Maar ik wist niet dat al. Hier nog niet van mij kijken. Je had natuurlijk helemaal gelijk. Dat is ik zo dat een hele groep verantwoordelijk is. Alleen nog, ja, zoals Kees van Wonderen op het veld aanrekenen wordt op de prestaties bij Jervi, en wordt een technisch directeur aanrekenen op het delzetten van een selectie. En natuurlijk op de eftergroen is het een volle brede vermidden wat uiteindelijk zo'n selectie weerstelt. Hij is mede verantwoordelijk. En dat is de trainer. Je bent mij ook wel de verantwoordelijk. Dus, en dat ben ik mij niet eens. Alleen nog, moet je dan op dit moment bij Heerenveen, wie moet je er bouwen? Bij net een goede selectie, vind ik. He, niet goed genoeg. Jonker zit iemand die het vindt dat Jervi maar misschien helpt u zijn trainer dat daar ik wel net het maximaal uit. Nou, en dan vind ik dat er dan een algemeen directeur is die daar ik maar een mening over had. He, dus dat wil ik kennen. Maar hoe die kwaliteit van die selectie... We hebben kijk maar de verdediging bezig. Nou, je bent fan van Brouwde, centraal achterin, wie het wel aardig. Keulert. Keulert bleef het enorm veel goed genoeg aandacht. Is een redelijk bekkie. Is Helle eigenlijk voor de linkerkant, maar meer voor linksboeten dan linkskanth half. Ik wil ze alleen even voorbij, maar dan mag het wat sneller dan dit. Nee, Tom Haaien, is dat oké? Okay? Haaien krijgt uitlijnen, ja. Een redelijke voetballer. Maar na een half uur dan is er meestal wat moe en dan zak het er achterin en dan show hem te weinig meer. Niet goed genoeg? Dan wordt het middenveld overlopen bij ons heel vaak. Nou, Tahiri had het net inlitten. Als we dan verder op dat middenveld, Brouwer brengt veel intensiviteit, als je het wil, maar de gevliegen en gedraaf voorin. Ik wil voetbal zien. Nou, Pelle is geen mid voor, toont dat ik iedere week. Aan de linkerkant hebben we Saroui. Als die iets meer van boeten komt, als die van links komt, dan is een hartstikke goeie, is een toppertje. He? Maar als hij vanuit het centrum komt en die rent er iedere keer 15 man voorbij en als je de bal weer kwijt, dan hakt net te vol aan mij. En Noenali, nou ja, die komt tekort. Ja. Ja. Nou, ja, eerlijk zijn, dan komt Haaien tekort. Ik denk dat jou hier een Haaien verkocht. Als die jongen nog een jaarlijke contract had en de keer zo'n ton bar en hij is hem kocht voor zo'n hele ton. Het is eigenlijk kapitaalvernietiging, ja. Dat ze hem net gewoon geen litten hebben naar Como. Maar nou doe weer een ding. Hij is er net mee bij en hebben we daar een alternatief voor. Van Ottelen. Tahiri. Of ja, Van Ottelen. Ja, maar Van Ottelen die moet een stap meer doen en die moet een bal minder inleveren. Dus ja, hij had in ieder geval een strijd. En dat kreeg bij Van Ottelen net zitten. Dus dan hier Van Ottelen op dat moment kleren matten om dat te zien. En als hij er net is en je had er helemaal geen alternatief voor. Ik vind dat hij beter mat, maar hij is belangrijk genoeg om hem te houden. En als je dan als gevolg doordat hij er net is en nog een paar net goed binnen. En Olsen die presteert net hard. Is een aardige voetbal, maar kan meer. Nou, en als je dat dan overeind houdt en je bent aan het eind van de rit ben je nummer 16 in wat na-competitie speel je, dan denk ik dat het meer kost dan zo'n ton ophalen bij een Italiaanse club. Ja. Dus okay. Dat is een moeilijke beslissing. Ja, dat is een moeilijke beslissing, want je hebt, ken ik nog steeds, Espen van Ees, hoe denk ik nog eventueel voetballen kennen. Ja, ja maar die hadden veel te weinig zoen. Ja. Dus ja. Espen van Ees is een kereltje, die, als hij erin komt, dan jouwt hij gas. Maar het is niet iemand die weet je, vroeger wel eens van die jonkjes nog wel kwart alleen. Dan is de jongen die naar Ajax jong is, de linkspoot. Dennis Johnson? Ja. Sieg. Oh, Sieg. Dan hebben we Zinkgraven. Dat soort jongens. Die zitten in onze jeugd en die voelen in. En dan kwamen voetballers bij. En helaas hadden we op het ogenblik in de jeugdopleiding net echt de voetballers van dat niveau. Nee, alleen nog Ismaël. Nee, Ismaël is vier jaar lang net, maar we hebben pas zo spits. En er is de vraag of die in potentie misschien dat werk hoor. Dat zo kennen. Ja. Dan moet er een boel aandacht aan besteed worden. Want hoe kan het dan eigenlijk? Want we hebben het correct doorhoorn, hè? Waar is dan verantwoordelijk? We zijn misschien al verantwoordelijk als er een nieuwe speler komt. Ja. Zowel de technische man als de scouting als de haattrainer. Hoe kan het dan dat een Daniel Karlsbakk komt voor een riant bedrag, 2,3 miljoen euro. Ja, die is de haartrainer helemaal in het Cityshot. Ik zit er net iedere keer al. Dan moet je even een analyse maken. Hoe is die binnenkwam? Nou, en dan dat moet de leiding van Heerenveen in mijn ogen dan. Of je maar journalisten. Hoe is die binnenkwam? Is dat breed droegen door iedereen binnen de club? Wie de trainers daarvan overtuigd? Wie de scouts daarvan overtuigd? Wie het bestuur daarvan overtuigd? Als daar een groep deskundigen mensen van overtuigd weer dat Karlsbakk het weer, dan hier Karlsbakk beter voetballen kan dan deze Karlsbakk. Had ze hem live spelen, Karlsbakk? Volgens mij één keer. Ja, nee, maar daar zit ik niks hoor, want daar zit ik net bij, dat weet ik net. Jij dat soort? Ja, ik heb wel eens wat, maar ik weet net of het al weer is. He, maar als je Karlsbakk ophaalt en je had 2,4 miljoen kost, dan kunnen we hier, hoe we helemaal geen vreemde dingen te zitten, dan is er iets fout gegaan. Simpel zat. Simpel zat, ja, dat is wat clear. Vind je eigenlijk van de structuur bij Jervi nou dat de club eigenlijk geen technische directeur had of manager? Dat Ferry de Haan het combineert. Toen speelden we na competitie, hadden we Champions League spelen, geen week naar een technisch directeur. Jody en alles. Ja. Mijn team natuurlijk. Mij Ima Kuper, mij Bert Vijvers, mij al je mensen die in de voetballerij. Henk Hoekstra, wie zijn financiële man maar praten, mij over voetbal. Foppe de Haan, Etienne van Beek, Spitskoon. We zitten mij maar kwamen met Tolman aan tafel te praten over voetbal. En dan wikten en weegden we mij maar kwamen en dan zijn we in de trainer. Geloof je erin? We halen Peter Hansson op, komt van Halmstad. Maar één ding, hij is middenvelder. Wij denken dat die laatste man voetbal kan. En toen kwam die in de Cefap, hij rent alleen nog maar achteruit. Ja, hij heeft basketbal, voetbal wend. Nou, en Fappa hier binnen 3 maanden, hier had hem havoe. En hij was 5 keer achter elkaar de beste voetballer van Heerenveen. Dus hij mij kwam de beslissing nemen, we halen Huntelaar op. We halen Nistelrooy op. En daar ging we een bedoeling mee. Bij Nistelrooy die voetballen met de handen in de bos op middenveld bij Den Bosch. Hij wist een lui er lang weer. Maar we zagen daarin dat die snelheid hier, dat hij doelgericht weer, dat hij technisch heel vaardig weer, dat hij fysiek sterk weer. En toen zijn we, joh, de beste aangewezen spits voor ons. Dus we halen hem op voor spits. En Foppa had hem ombouwd tot spits. En ik weet nog, ik weer in Duisburg op het voetbalveld met hem. En toen zei hij, mijn voorzitter, je moet ophouden met die onzin. Ik ben en ik blijf een 10. Ik zei, jongen, maar ik heb een afspraak met je. Je zou 3 maanden proberen en die afspraak die blijft staan. Daar kom je niet af. En 3 maanden verder hield het in de gaten hoe goed dat we werken op een spits. Als er op middenveld speel je in blauw weer altijd bij Den Bosch of zoiets spelen. Nou is het zo. Sorry dat je onderbreekt, maar nou is het zo. Leuk, ja. Of, ja. Nee, daar ga je een hekel aan, dat weet ik. Nee, jawel, jawel. Bloed. Nee, ja. Dat vind ik heerlijk, man. Ja. Steeds maar wat doms, maar ik het niet. De jeugdopleiding. Daar hoef je moeite voor. Ze winnen oud waren bij de jeugdopleiding bij Jervin. Ja. En daar ben ze bezig met een planontmaatje in. Dus ze is onder andere eerste plan aan het man. Nou, dat vind je al mooi. Daar helpt Foppen bij op stuit. Ja. Nou, matten ze volgens mij bij de scouting ik wel wat van. Daar ben ze, maar volgens mij maakt ze daar ik wel mee aan de slag. Ian, had ze jou wel eens vregen? Langer lien wel eens. Ja, maar de laatste jaren net. Zo'n Kenneth Zandvliet, de haatscouting is net. Ja, daar ging ik mee praten, ja. Maar dat weer toeval. Ik ran even bij Karel Brandsma binnen. En toen zei ik daar een meneer zitten. En toen zei ik, ik ben Riemer van der Velde. En toen weer dat Kenneth Zandvliet. Ja, oké. En daar had ik een kop koffie met rond. Hij herkende jou net? Maar, ik had me voorgesteld. Ik weet net of je mij herkende. Dat had ik net vregen. Nee. Maar het is net zo dat ze jou dus vregen hebben om mij te denken over misschien wel het herstructureren van de scouting. Om hoe dat op te zetten. Of om überhaupt eens een keer iets te doen om scouting. Nee. En als ze dat nou vregen, zoen je dat wel doen? Ja. Ja. En vind je dat niks vervelend dat ze jou dat net vervregen? Daar zag je ook dan net naar. Ik roep wel eens wat. Zou het beter wijzen als je dat wel vervregen? Ja, dat mag toch worden. Dat was het lekker of deze jongeman toch een beetje verstand voor. Ja, je gaat net zo vol op verstand voor voetbal, maar ik zou het wel doen. Ja, gedrag, hè? Maar dan ben ik ook wel benieuwd, want we zien kijken hoe Van Nistelrooy. Die had op dit stuit natuurlijk geen club. Jervin maakt misschien wel op ziek naar je trainer. Van Foppe de Haan weten we dat hij charmeerd is van Nistelrooy als trainer. Zou je dat eventueel ook zitten? Nee, maar ik draai hem om. Ik vind dat de situatie die er nou is bij Heerenveen, dan moet je zien wat is hier aan de hand bij Heerenveen. We gaan een operationeel verlies van zo'n miljoen per jaar. Dus we moeten elke keer onze beste spelers verkopen. Dat betekent dat je TCT in de eerste divisie terug te komen. Daar ontkomen we nooit aan, 100% zeker. Nou, als we daar een keer voetballen, dan moeten we eens afvragen dat een groot stadion, als we daar nog wel met de eerste divisie in voetballen kunnen, als dat nog wel financieel te realiseren is, dat is een hele zorgzame situatie. Dus ik zou eerst zeggen, probeer dat probleem op te lossen. Als je dat probleem oplost, dan zul je naar de orenprobleem die er binnen. Hoe stiert het met onze jeugdopleiding? Vroeger stonden we met al onze jeugdteams op het allerhoogste niveau in Nederland en waren we kampioen. Mijn Heerenveen, mijn tweede, mijn de B's, mijn de A-junioren. Het is heel ver voort. Waar leidt het aan? Hoe kan dat? Wat moeten we eraan doen? Nou, als er dat soort dingen al hier, laten we die eens door deskundigen. Nu zie je wat is hier aan de hand. Datzelfde geldt voor onze commerciële afdeling. Dat geldt voor het stadion, hoe vol dat het zit. Gelukkig komen er wel wat meer sponsors. Dat vind ik een positieve situatie. Maar als we dat soort dingen goed op een rit hebben en we hadden financiën bij voor elkaar, dan is het net zo moeilijk om een top 11-tal deel te zetten. Ja, want nog even over die financiële situatie. Hè. We wilden natuurlijk wel een fleurige uitsturing van Mats. Maar de financiële situatie is precair. Rosemond, Kees Rosemond, die ken jou hè? Ja. Ja, die nam het oer van Luc IJzinga. Doe wie er een operationeel tekort van 4 miljoen. Rosemond nam Auskiën, maar een operationeel tekort van 100 miljoen euro. Misschien wel ietsje meer. Rosemond krijgt een erepenning van de gemeente. En Egbert van Hes, dat wie nevens mij de tafelschoghoorder van Rosemond, die wordt heer van Heerenveen. Ja. Ja. Wij had het idee dat Jo daar wel wat van vinden. Nou, dat vind ik een suggestieve vraag. Let ik daar heel kwaad op antwoordje. Dit vind ik onbegrijpelijk. Ja. Dus dat kan ik maar zijn. Maar het enige wat ik Kees Rosemond tajam had, hij was een doorpakker. Hij kwam in het stichtingbestuur terecht en hij vond dat de raad van commissarissen die moest IJzinga uitslaan. Want IJzinga heeft 4 miljoen operationeel verlies en dat weer onacceptabel. Nou, dat weer krachtig. En dat woorde zittende raad van commissarissen, waar Hans Wester ook in zit, maar nog Kremer en hoe heet dat daar? Uit Buil, ben naam in Viet. Maar die zitten mijn trein in en die weigeren om te voldoen aan de eis van Rosemond. Maar Rosemond pakte door en die schoof ze alle drie aan kant. En vervolgens schoven IJzinga aan kant en dan gaan we zitten. Dat weer nog eens doorpakken. Ja, dat kunnen we net ontkennen. Een hele positieve benadering. Alleen nog, wat mensen die vonden dat niet logisch. Maar als er nou toen de grote man was die hier bewezen wat te komen. Want hij zou het operationeel verlies terugbrengen en Heerenveen weer terugbrengen waar Heerenveen jet. Ja. Nou, toen hadden we heel vaak zin erop, maken ze een goed plan. Maar dat die er net in meenemen. En het resultaat is best dat er dit voorjaar vertrokken is. En daar een aantal mensen dat zaten die niet te veel kennis van de club hadden. En hij is vertrokken inderdaad met een onderscheiding van de gemeente. En Van Hes, die de voorzitter van de Raad van Commissarissen, die had dus is heer van Heerenveen. Dat is een eretitel die je krijgt voor je verdiensten bij de club. Ik vind net dat ze dat weer maken. Dus ze hebben wel erop pakt, maar ze had net weer maken. Helder. We gaan even naar Cambuur, Andor. Want libbert het al een beetje, die hele finale in NEC? Ah, bij u wel. Ja, en, bij de 20 april. Ja, we verloven. We roppen het al, man. Die worden inlutsen. Geert van Thun stelt zijn vakantie er om uit. En ja, dat hij zou naar Italië? Ja, hij zou voort. En dat zei het wat, want Geert is gek op vakanties. En zeker gek op Italië. En daarom, dus ja, bij u libbert het. Bij de supporters ook, want de wedstrijd die is al zo goed als uitverkocht. Dat het nog net uitverkocht is, dat had mij seizoenkaarthouders te krijgen. Die maar het leeft enorm. Jou, het is de kleer voor. Absoluut. Ja, en toch zei het ene Roelof de Vries. Ja. Cambuur is kansloos. Ja, en ik ga Jet. Ik had afstand. Nee, ik had een gifverstand van. Shit. Ja, maar ik kan me wel erger om dat positivisme, die lotting. Dan is die erger, hè? Ja, dat komt haast nooit voor. Maar hier erger ik me echt hoor. Dan denk ik, oké, dan ga je lotting een keer 3 clubs lotje. Feyenoord mij net, hè? Maar je matte eigenlijk Grees, hè? Want bij Grees maakt het Cambuur een kans. Of het nou uit of thuis is, een Grees is geen wonderploeg. Ja, maar het is een lotting, hè? Maar NEC is volle beter dan Cambuur. Ik had bij Vitesse. Vitesse is gewoon echt een hele minder ploeg. Cambuur had misschien nog wat meer kwaliteit dan Vitesse. Maar NEC had op elke positie een betere voetballer dan bij Cambuur. Ja, maar het is toch logisch dat er positivisme is? Want je, we zeggen, 50% van de lotting dat hier heel vervelend was. Dat wie Feyenoord thuis, Feyenoord uit. Of NEC uit. Ja. Die horen 50%, dat is enigszins positief. Dat is Greens thuis, Greens uit en NEC thuis. Nee. NEC thuis, je dus nog bij de positieve kant. Nee. Want je speelt je thuis en in het Cambuurstadion. King Cambuur krijgt wat meer als in uitwedstrijden. Als Cambuur thuis speelt, had ze natuurlijk, NEC is de favoriet. NEC doet het op dit staat goed. En Cambuur zal het heel lastig krijgen. Maar de kans dat ze van NEC winnen is thuis een liedspietje grutter. Werd toch dat nog iets van optimisme weer. Ja, het is inderdaad iets grutter dan uit. Dat klopt. Ja. Oké, jongens. Riemer zit te popelen. Waarvoor? Nou ja, wat vind je ervan? Het Cambuur een kans. Ja, zeker. Dat Cambuur een kans. Ja, natuurlijk. Dat is een kans. Ja, en ik vind Greens op dit moment echt behoorlijk bezig. Greens. Dus ik denk dat Ik hier lauwer nek dus dan Greens uit bijvoorbeeld. Nou weet ik het zeker. Dus ik geloof... Wat weet je zeker, Roelof? Wat weet je zeker? Nou, de eerder had er een gifstof. Nou, let maar op. Cambuur had een kans. Nee, is eigenlijk een kans. Nee, maar dat zou het afbellen. Ja, afbellen, kanslees. Als het zien kan, zien ook een spielie. Dan kan ze 1 of 2 keer ik wil van NEC winnen. Dus er is wel een kanske. En dat is het wat lekkere verploegen van Henk de Jong. Die batst erop. Ja, dus zo, hij kijkt dat er wel in. Maar Cambuur kan bijvoorbeeld volle bed als je in Utrecht in en als je in Utrecht waar speel je. Ja, die kans is wel best. Dat bewijzen ze, dat soort dingen. Dus ik jou van een redelijke kant. Oké. Ja, en dat zou toch fantastisch wezen, want ja, daar begon het succes maar Jervi eigenlijk echt, toch? Ooit, maar die allereerste bekerfinale in Ajax. Ja, ik weet net of dat succes begon. Ja, ongeveer. Ja, of wie daarvoor al, wie de hele finale in PSV natuurlijk. Ja, ik al toen we PSV uitschakelden. Dat deden wij even tussen. PSV uitschakelen voor de beker. Ja, nou als Jervi en PSV uitschakelen, dan kan Cambuur winnen van NEC. Ja. Heb je hem toen ook wagen om uit te bellen? Kijk, dat is wat Cambuur nog wij wagen nooit om uit te bellen. Nee. We hadden maar 1 keer de wedstrijd uitbellen. Dat weer de wedstrijd van Shin NEC. Dat weer de wedstrijd voor na competitie. En toen weer die vliegramp in Suriname. Ja. En toen moesten we hinnen. De wedstrijdleider in de KNVB die zei, als jullie niet komen, krijg je 3 punten in mindering. Dan zei nou, dan krijgen wij maar 3 punten in mindering, maar we komen niet. Nee. Dus dat is de enige keer dat we al bellen. Terecht. Ja. Ja. Maar die bekerfinales van Jervi het Rijk keer de bekerfinale hellen. En dan die enorme uittocht van Friezen naar de Rotterdamse Kuip. Dat mag toch een van de absolute hechtepunten West hebben in jouw vastzitterskip. Ja, dat is een moeilijke vraag. Voor zo'n periode het hoogtepunt in de ziekte. Ja, nee, dat is maar één van de. Ja, ik vind een van de hoogtepunten vind ik nog altijd wat we mij kwamen bereikt hebben. En dat weer Champions League, maar bekerfinales en dat soort dingen. Maar wat we bereikt hebben is dan toch redelijk iets clubje in een stadion waar het hele dorp in kan. En het sfeertje wat er gemiddeld altijd weer. En ik de fatsoenlijke supporter die we gemiddeld heen. En daarom heb ik sindsdurch wel eens, ik erger me wel eens aan de huidige supporters. Ik ben er heel blij mee wat ze aan enthousiasme al hier brengen, want dat is grote klasse en daar heb ik alle respect voor. Maar dan zien ze af van die biggies, dan is in de bleerte beelden daar staan en dat vind ik afschuwelijk. Maar dat meisje ging wel net. Maar als je in een schouwburg zit en je al je met een bloot bovenlichaam, want dat kan ik me voorstellen dat de volgende fase is, wat een onzin. Al in de winter, al lekker de kleren allemaal. Ja. Zit ik naast een bleerde kerel er op de tribune. Straks iemand op de hoofdtribune ik nog. Ah, dat is schrikkelijk. Nou, we kunnen toch steeds dat roel op de kleren horen. Maar het is een schouwburg, hè? Juist net, hè? Het is een hoegestelde. Het is een schouwburg. Nee. Het is een theater. Ja. Dat vies toch net, Roelof? Nee, natuurlijk is het. Daar krijg je zelfs de rillingen ervan. Roelof ziet vroeger zelf ook bij de tifosi. Hè? Ja, dus, dat is ik zo. Roelof, wie ik een beetje een raad draaien. Ja, wij had wij het nog zijn hier wat er al die dingen had, dan hadden ze me Omroep Friesland nooit aan. Hij jou Roelof wel eens in een onbleerd boppel op schoen? Nee, maar hij shot er net zo mooi uit. Nee. Nou, hij is behoorlijk afvallen. Hè? Dus op dit stuit, ja, hij is echt. Hij heeft wel eens twijfelen om Roelof een stadionverbod, Jan. Nee. Nee? Nee. Had ik dat verhaal wel eens verteld hier, hoe dat ik een stadionverbod krijg, hoor? Doe? Ja, ik wie bij AZ uit. Dat wie de wedstrijd dat Alves fot wie. En toen we omkwamen in de 93e minuut de 0-1 scoorde. Ik wie een jonkje van Sanchez of zo 8. Nee, ik roei hier haar stages. Hoe je stage in hier. Wie jontje 20. En ik zit in Lutvak. We gingen juicht, maar hartstikke mooi. Toen bellen de 1 of 2 dagen later bellen. Ik loop dat Henk Hoekstra weer. Ik zei Roelof, we willen hem daar in peteer, want er is wat gebeurd bij AZ. Het is net best en kom maar. Ik denk, nou, ik heb geen idee wat er weer. Had ik mijn vriendin toen nog maar, maar ik zei ik wil er in bij hè. Het waren persoon, dus die Jan Wind ziet er en Henk Hoekstra en Rolf zei, er is een AZ-steward die had zoen, daar stond kanker-AZ-song. Kanker-AZ? Ik zei ja, nou, dat ken het. Ik zei nee, dat klopt. Nou, wat nou? Nou ja, we matten er een night in, komt in die stadionverbod Jan. Ik zei nou, het is best, dan is Jimmy seizoenkaart, kom ik hier nooit weer. Nou, zie eens meer even. Ik zei ja, als dat stinkt dat ik dat überhaupt uit mijn strot krijgen zoek, kanker AZ. Ik zei, dat gebeurt, dat haak ik echt nooit in. En als je denkt dat ik dat wil in heb, dan wil ik je net bij deze club hebben. Zo moest ik net. Nou, toen had het dus duidelijk. inlisten en wie kleer verder. Want ja, die Stuart Koer dat ik nooit bewezen natuurlijk. Dus het hier van een rochter eventueel ik nooit dus het roept alleen maar in Cicero. Ja. Nou ja, dus wel, ik hier hoop dat het een wat spannender verhaal werd. Ja, maar ik vind het wel mooi dat Roelof dus 20 jaar lien Ekkel-principes hier. Ja, dat is dus zeker. Lieke goed Ekkel om vasthouden. Ja. 23 jaar lien te weer Alfas nog net beus. We wie gewoon iets ouder nog. Weet ik iets begin 20 hier dan. Dus dat klopt. Ja, wie Alves direct nog net. Alves is in 2004, 2005 kwam. 2050. Ja, dus dat klopt helemaal net. Dus het zou best wel eens kunnen dat hij dat toch zijn had. Oer AZ. Dat zou samen kunnen. Het geheugen. Nou, ik weet toen 21, dat klopt. Het geheugen is behoorlijk in de war. Roelof de Vries. Nee, ik weet toen 21, dat klopt. Goed zo. We gaan nog even naar Cambuur. Want Cambuur speelt Juntje in NAC Breda. Ja. Mai Remco Balk. Ja, hij mij dan. Oren de Vreten, wie hij er natuurlijk net, omdat hij scorst wie je. Want hoeveel kaarten heeft hij nou al? 10 gele kaarten dit seizoen. Remco Balk, rechtsboeten van Cambuur, 10 gele kaarten. Ja, dat is wel een probleemke. Maar waar goed nice. Nou? Hij is er mij dwaande om het uit te leren. Oh, kunnen we daar wat van Jellette? Daar kunnen we wat van Jellette. Alsjeblieft. En Jellette. Ik word ook gewoon veel geschopt. En als ze dan niet fluiten, is ook soms gewoon frustrerend. Maar ik moet daar gewoon tegen kunnen en ik ben daar gewoon echt mee bezig. Ook met mijn ouders en gewoon met de trainer. Dus, Ja, want hoe ben je daarmee bezig? Je praat erover met de trainer, die heeft je erop aangesproken, neem ik aan. Ja, tuurlijk, maar ik weet het zelf ook wel. En ik denk, wat ik al zei, ik ben al wat rustig geworden, maar nu moet ik helemaal rustig zijn. Want nu ben ik bij elke gele kaart geschorst. Dus ik ga gewoon mijn ding doen, gewoon lekker voetballen. Ik vind het lichtelijk veel, het zien gele kaarten van Jos Boeten. Ja, dat komt, dat is zijn schuld net. Dat is die Pakers zijn schuld. Oh. En daar rap ik altijd vroeger als je voetballen. Oh, echt? En dat weer heel brand Balk, en die kwam van Zuidharden. En dat weer een zoon van de caféhouder, en die ging ik naar een bioscoop next door. En die zoon kon ook aardig voetballen, en de kleinzoon, dat is deze dus. Had ik onlangs nog met Paco praat. Maar Hilbrand? Ja, maar Hilbrand. Maar ja. Hilbrand weer zo'n knappelhut. Ja. Onvoorstelbaar. Ik heb mijn leven nog zelden zo'n... Hij was net gemeen, maar hij was spiekerhut. Spiekerhut, ja. Ja. En daar had de jongen dat van. Het gekke is, want Boeten het veld is het echt een hele leven, aardige jongen. En als je die tien komen zoen, hij doet echt een vlieg kweer. Maar in het veld is het echt... verschrikkelijk. Hij krijgt een lied stikje, hij rolt het 6 keer terug en dan shut hij, oké, de skiert zich tot niks. Dan stiert hij in één keer en dan sprint hij het veld verroeren. Dat soort dingen. Inderdaad, al die gele kaarten, die reacties naar de arbitrage daar op het veld is het gewoon compleet oor persoon. Maar je zoen zei, daar hebben we dan de VAR voor in het Libberoppen. Maar ja, de VAR die moet oorskaft weer terug van de velden. Doe wist dat de VAR net in de eerste divisie actief is? Ja, even met de VAR. Ja. Je zit er in een stadion. Er is een boetenspulsituatie. Grensrechter wat de vlaggen net meer omhoog te doen. De scheidsrechter fluit het net meer. En dan zitten we al in de grote bord te zien. En dan komt meestal later de bevestiging dat het wolf. Meestal is het bevestiging dat ze het wel goed jongen maar niks DNA. En dan denk ik, dat kost dus al je 4 miljoen per jaar. We gaan het in de yield om een goed gasveld oordeel te lezen. We binnen diverse velden. Daar voetballen we nog op kunstgras, op een matje. Verschrikkelijk om te voetballen. Alle clubs die lijden armoede. En dan jouwen we 4 miljoen per jaar uit. En misschien wel meer. En dan willen we voor de doellijntechnologie... willen we ook nog 4 miljoen uitjaan. Ja, wie moet dat betalen? De clubs weer met elkaar. En als we weten hoeveel clubs al voor in de problemen zitten... Ik vind de VAR helemaal niks. Ik vind de scheidsrechters en scheidsrechters meer binnen. Dus wat mij betreft... afschaffen. Maar je bent net wel eerlijk iets. Dat is had niks meer eerlijk in. Het wordt er toch eerlijker van? Nee, het wordt er net eerlijker van. Nee joh, de 23 jaar Lina, 23 jaar ben ik voorzitter was. Ik kan me net 1 jaar herinneren dat we toen dat de vader net weer ergens net op een goede plek terug te komen ben. Dat is niet het probleem. Het kost klauwen voor geld en ik vind het helemaal niks om naar te zien. De spontaniteit is van... Het juichen is ook niet meer spontaan. Dus voor mij hoeft het net. Maar er zijn mensen die erover op denken. En dan willen ze nog een doellijntechnologie. Kom. Ah, die kost ik 4 miljoen, dat vind ik. Dat... Ja. Oké, maar de vaart bij deze, dat hebben we nou beslet. Want deze tafel, dat is clear. Nee. Dat hebben wij net beslet. Nee. Oh, dan vies het wel een ja, zeker. Wat had nou lauwer? Een goed veld of de vaart? VAR. Nou ja, zo'n veld als bij Volendam en bij Excelsior en bij alles van die kunstgrasveld. Ja, maar goed, daar wordt omwerken om die uit de Eredivisie te krijgen. Dus daar ben we al tientallen jaren mee bezig. Maar dat gebeurt nou echt, want dat wordt nou echt verslijn. Dat clubs net meer op kunstgras spelen maar in de Eredivisie. En ik inderdaad, ja, Roelof die maakt er een grapje van. Ja, de VAR maakt het spul eerlijker. En natuurlijk, de belibbing voor het wel een beetje. Maar ik heb het idee dat we daar nou en Saffelen hier machinon wel wat onwend binnen. En uiteindelijk krijg je een eerlijke wedstrijd voorin. Krijg je een eerlijkere uitslag. Er is 10 miljoen op het spul. Nog volle meer als die 4 miljoen. Want een plak heren of leger kind dat verschil maatje. En dan is de VAR maakt het eerlijker. Het is bijna de meeste gevallen hier door boetenspel. En die ben wel goed zichtbaar vaak voor grensrechters. En er is een spelregel, die staat in de boeken. In geval van twijfel is het geen buitenspel. Nou, en al die twijfelgevallen, er wordt op dit moment 1/100ste de knap erin drukken bij de VAR. Dan is het geen boetenspul. 100ste later doet die man daar aan het knapje in Zeist. Dus dat bloed gelijk. Dat is op het moment dat hij beslist wanneer hij op het knapje drukt, dan wordt er een lijn lusten. En dan is het, als hij dat 100ste jeder doet, dan is het geen boetenspel. Dat het 100ste letter is wel boetenspel. En als je weet al, ja, als je wat dat boetenspel is. Maar het gaat erom wanneer verliet vroeger weet ik nog zo, in de originele spelregel, dat stond dat de bal moest een omwenteling maken had, dan ging het moment van bepalen van buitenspel in. 8 of 69 centimeter. Dus we hadden die hele regel, want heel vaak, dus dat doelpunt wat Ajax nu maken dit hier in de eerste ronde al een keer. Nou, dan weer, toen iedereen met bleerte is in dat dikboetenspel weer. Maar ze draaien de knop af van de VAR dat het toch het moment waar jij er, wat het moment deelt zet. En als dat moment iets eerder doet, dan is het buitenspelsituatie. Ja, het gaat om millimeters en het is haast net het goede moment van wanneer de bal de voet verleert, is haast net te bepalen. Nee, maar en het gaat om millimeters, dus dan is het wel bepalend. Maar dat gaat net om die momenten waarbij het heel moeilijk te zien is, want daar kun je van alles van vinden en dat is heel moeilijk. Maar het gaat om de momenten dat het wel goed te zien is en werd er ook uiteindelijk de foutenmarge van de scheidsrechters lietser wordt. En dat is bewezen. De VAR zorgt ervoor dat de fouten die de scheidsrechters maken lietser worden. Ja, maar als het vol goed te zien is, dan kan de assistent scheidsrechter dat ook wel. Nee, maar dan is het 12 meter boetenspel. Ja. En de grensrechter doet de vlaggen net omhoog. En dan vlingen ze trouw wel of niet een doelpunt. De keeper en de spits die vlingen al bovenop. Maar kwam de brobeam en nog in. En al die brokken die we daar als gevolg van hadden. Ja, ja, ja. En die jongen hier, die vlaggen wil jij er omhoog maken. En dat doet hij niet. Zo'n geval vind ik dat echt. En dan wacht je ze op de VAR. Ja. En dan zien ze nog naar de VAR. En dan denk ik, wat een onzin. Door die vlag omhoog. Weet je, grote kerel. Die gevallen vind ik. Goed zo. Jongens, Josijn krijgt wat hij lever. De VAR op een keuze. En toen dacht ik, we binden rond daar de overdenkingen. De overdenkingen. Dan krijg je alle jaren een overdenking. Dan houden we er haast mee op. Je matte kiezen. En we komen er net op waarom. Zo. Ja, dat is even vervelend. Maar we beginnen bij Roelof. Oh. Roelof, ja. Een fleurige uitsturing of toch liever een negatieve uitsturing? Fleurig. Fleurig. Goed zo. Andor, ja of nee? Krijgt Remco Balk, Joen, een gele kaart? Ja. Storst, oor, komen de vreedje hebben. Negatief. Oké, en dan de laatste is voor Riemer. Wordt het dit seizoen play-offs Europees voetbal of toch play-offs in degradatie? Ik mag er net op terugkomen. Nee. Oh, dit dat zeker. Ik ga voor play-offs Europees voetbal. Dat is heel verstandig. Kom op, man. Dan hebben we nog een volle betere oertinking. Hokker, vrouwtitel, wie mooier? Die van Marit Steenbergen of die van Femke Kok? Oh, ik vond... Ja, dat is een hele moeilijke. Ja, ik vond ze beiden fantastisch. En ik vind ik weer dat de Femke Kok ten onrechte net aan die 1000 meter meid van litten. Want de Femke had zich iets meer tallijn. Is ze één keer vallen en dan is er de rest van de winter is ze net meid van. Terwijl het een potentiële kandidaat weer om een medaille te pakken. Nou, dat vind ik zulke Hannessen bij die KNSB. Maar wat wie de machtig sportweekend, hè? Marit Steenbergen, het Keningin noemen. nog 100 meter vrij wint. Ik weet net als ik op zaterdag bij Heerenveen was best. Precies. Nou, bij mij houdt het weekend vreten Jon op. Steenbergen goud, Femke Kok goud en Jong FC. Ja, hey, jongens, heel goed. Weer fantastisch. Nee, weekend, dan ben we er weer. En dan zit je hier op deze stoel, op jouw stoel, Johnny Jansen. Ah, door Johnny de Groeten, hè? Dat zien we zeker dan. Want, en misschien is het dan leuk, een leuk onderwerp. Want Sylvester van der Water had zijn debuut maken bij PEC Zwolle. Ja, hij is ook wel wisselen voor dat einde weer. Ja, hij kwam 20 minuten kwam hij het 14. En 20 minuten voor het einde er weer uit. Ja. Nou weet ik net of dat een blessure weer... Of dat dan net goed genoeg weer. Nee, of een disciplinair, zo ik nog samen kennen. Nou, dat sluit ik bij Van der Water uit. Dat kind is onmogelijk. Goed zo. Mike, nogmaals dankzij Riemer van der Velde dat jou te gast wie hier bij de podcast. En wij zijn er nieuwe weken weer op de manjes. Ik zou zeggen, ondag.